3, 2, 1. Hoi! En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik spuug zo mijn kauwgom uit. Hoi! En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag hebben we weer een sketch voor jullie, want het is natuurlijk zaterdag. Half vier. Vandaag laten we dus zien wat jullie instructeurs zeggen, maar eigenlijk bedoelen. Want overal zit een verhaal achter. Overal. En als jij nou een instructeur bent en stiekem kijkt, laat even weten of dit herkenbaar is. Hey Maartje, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het goed. Vandaag niet zo'n hele leuke dag gehad op school, maar verder gaat alles wel oké. En ik heb wel zin in de les eigenlijk. Oké. Tuurlijk ben ik oprecht nieuwsgierig naar hoe het met mijn leerlingen gaat. Ik ben gewoon benieuwd hoe ik met ze moet omgaan om te peilen met wat ik wel en niet kan maken deze les. Je weet het, het zijn allemaal verschillende mensen. Zeg Maartje, probeer het lijntje anders nog één keertje. Nog één keertje, kom op. Eén keertje nog. Bijna goed. Ja. Braaf. Over dat lijntje, jeetje, hoe kan het dat zij de juiste afstand nog steeds niet zien? Ze hebben hem al 5 keer gereden. Oh, ik hoor die zo instructief zijn, is echt een vak op zich hoor. Zo Maartje, we gaan naar de 80 centimeter vandaag. Oké, eigenlijk stond de hindernis op een meter. Maar als ik dat vertel, dan springen ze hem niet. Dus ik kan het beter op 80 centimeter houden en aan het einde van de les vertellen dat het wel een meter was. Dus dan komt het weer op Facebook te staan en zo. Je weet hoe het gaat. Hey, zou je dat nou nog wel doen deze week op concours? Ja, waarom niet? Nou ja, hoe vond je de les? Die ging vandaag ook niet helemaal goed, hè? Oh, ik vond het juist heel goed gaan. Ze liep echt het beste ooit. Maar je hebt een voorlezen, toch? Ja. Mooi, dan hoef ik niet mee. Echt, alsjeblieft, alsjeblieft. Begin nog niet aan je wedstrijd carrière. Ik zal het je smeken. Mensen verklaren me helemaal voor gek. En dan ben ik vast een slechte institutrice als jij met dit gedrag op wedstrijd gaat. Die punten, jongen. Ik ken al die juryleden. Nee, dat wil ik echt niet op mijn naam hebben. Maar mevrouw Asbroek, het lukt me echt niet. Die oefening is gewoon te moeilijk. Zou je daar alsjeblieft heel even op willen? Want bij jou doet ze het denk ik wel. Maar bij mij lukt het gewoon niet. Ben je mal? Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt dat ik op dat beest stap. Weet je, ik moet trouwens nog naar de slager. Ik heb een beter idee. Ik neem hem wel mee. Misschien dat ze nog paardenvlees nodig hebben. Hoe vond je de les van vandaag gaan? Ja, nou ja, je luisterde goed, dus ja, het paard ook, maar jij luisterde ook goed, ja. Wauw, ze luisterde. Dat was knap en het werd tijd. Jeetje, en dan moet ik ze ook nog door naar de volgende. Maartje, iets meer achterover, je schouders iets meer recht. Verticaal, met je hakken. Heel, bijna, ja. Dit is beter. Wie heeft dat kind in vredesnaam leren rijden? Bij welke manege is zij begonnen? Je kan niet gas geven en remmen tegelijk. Tuurlijk slaat dat beest dan op hol. Ik zou ook op hol raken. Nou, we hopen dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En natuurlijk als jullie Tess ook lief vinden. Ja. Laten we deze keer hoeveel duimpjes halen? 6 miljoen. 6 miljoen? Zullen we voor de 6 miljoen duimpjes gaan? 6 miljoen. 6 miljoen. Lijkt me wel realistisch. 16 miljoen mensen. Heeft dat hele kleine stukje aarde. Oh, we hebben helemaal geen 6 miljoen mensen in Nederland. 16. Gaat fout. Jongens, voel niet zo lekker. België. Oh ja. Oh ja. We hebben ook Belgische kijkers. Cool. Laat even weten of jij een kijker uit België bent. België. Doe dat eens even. Hoe ging het weer? Amai! Amai, dat is niet leuk zeg! Amai! 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 Zeg gewoon de ken. Nou, vergeet even niet te abonneren en dan zien we jullie de volgende keer! Doei!